Linda Bumans, wat bent u aan het doen? Ik ben een beeld aan het schuren, aan het afwerken. Duurt dat lang, zoiets? Ja, ik schat dat dit een week of 5 schuren is, want er zitten heel veel hoekjes in. En die moeten allemaal mooi strak zijn en alle krassen moeten eruit. Ja, dit is geïnspireerd op Almelo, Almelo Waterstad. Dat zijn dus verschillende bootjes, 2 bootjes. Ik zal het even van de onderkant laten zien. Ik denk dat het lukt. Het zijn 2 bootjes die wiebelen. En er zit nog een reddingsbootje op. En veel huisjes, dus als je nu op Indië kijkt, dan gaan ze weer kanalen graven en daar gaan huizen in. En dan krijg je dus dit. Ik ben hier heel blij mee dat Stegen mij de kans geeft om hier te werken. Dat vind ik geweldig mooi. Prachtig sheddak, mooi licht, goede ruimte. De oude, het industriële, het geeft gewoon veel inspiratie. Ja. Daar ben ik wel overheen inmiddels. Het heeft wel lang geduurd. Ik heb wel een blokkade gehad van een paar maanden. Maar inmiddels gaat het weer helemaal goed en heb ik weer veel ideeën en ben weer lekker aan het werk. Ja. Ja, het werk krijg ik niet meer terug. Wat vernield is, is weg. Maar ja, ze krijgen mij niet zomaar klein. Ik heb nu een expositie in Hof 88. Samen met Maarten van Aken en Elsbeth Kochjes. Het is een prachtige expositie. Dus ik zou zeggen, ga allemaal kijken. Het is open elke dag van 2:30 tot 1 uur. Pardon, van 2:30 tot 5. Dinsdag tot en met zondag. Dus ik zou zeggen, ga er kijken. Dan ga je zien wat ik doe. Ja, oké. Veel plezier dan. Dankjewel.